Nou, daar komt hij. Liefhebbers van techniek kunnen hun hart ophalen in het voormalige Laaglandtheater aan de Engelenkampstraat in Sittard, waar het museum het Continuum uit Kerkrade tijdelijk domicilie heeft gekozen vanwege een grote verbouwing. Onder de naam Discovery Experience organiseert Continuum tot augustus 2015 een expositie over chemie en materialen. Bezoekers kunnen er proeven uitvoeren en genieten van een heuse science show. Ja, dat klopt. We hebben hier nu een expositie Discovery Experience. En die gaat helemaal over chemie en materialen. En bezoekers kunnen zelf ontdekken ja, wat materialen eigenlijk zijn, waar bestaan ze uit en wat kan je daar allemaal mee. En dan kunnen ze zelf allerlei hele leuke proefjes mee doen. Continuum is een wetenschaps- en techniekmuseum en we zitten eigenlijk in Kerkrade. Maar omdat we daar op dit moment gesloten zijn, omdat we daar aan het bouwen zijn aan twee nieuwe instellingen, hebben we besloten van nou, we gaan gewoon in de rest van Limburg hele leuke exposities organiseren. Zodat ondanks dat we in Kerkrade dicht zijn, dat er toch nog genoeg te beleven valt voor onze bezoekers. Wie ben jij? Job Loyens. En wat ben je hier aan het doen? Proefjes. Nou, ik zie inderdaad dat je met een leuke proef bezig bent. En wat ben je hier zoal aan het doen? Je moet een gebouw bouwen en dan op die knop drukken en dan gaat het bewegen en dan moet je proberen dat ja, of het gebouw aardbevingbestendig is. Nou, laat zien of jouw bouwwerk dadelijk aardbevingbestendig is. Zou ik ook doen. Nou, heeft het toch een tijdje gehouden? Ja, een tijdje. En, heeft het ook jouw interesse voor techniek gewekt? Nee, dat niet. Wat wil je laten worden? Iets met games maken. Met? Games maken. Is ook een soort techniek? Ja, dat wel. Hartstikke goed man. Hey, succes nog. De aanwezige bezoekers vinden dat ze veel kunnen doen en leren bij Continuum. Een van de bezoekers ziet zelfs graag een soortgelijk Continuum in Sittard Geleen. Ja, leuk. Ik merk aan de kinderen dat ze het erg leuk vinden. Gewoon dingen doen en leren. En willen ze zelf iets met techniek doen? Dat weet ik nog niet. Daar zijn ze nog erg jong voor, maar ze interesseren zich wel. En ik denk dat dit een hele leuke uitdaging is voor hen. Wat verwacht u van Continuum? Veel dingen doen en leren. Dat ze gelijk zien van als je iets bezig bent, dat je dan leert daarvan. Ja, ik vind het super leuk hier. En gaan ze u dadelijk ook terugzien in Kerkrade? We zijn wel een keer geweest. Alleen voor ons is het probleem, als je met een kinderfeestje doet, dan moeten wij van Roosteren helemaal naar Kerkrade. En dat vind ik, ja, want dan zitten de kinderen wat lang in de auto. Dus ik zou het heel leuk vinden als we hier in de buurt ook zoiets als een Continuum konden krijgen. Wat betekent Continuum eigenlijk voor uw kinderen? Ja, dat is pret. En dan op een leuke manier proefjes doen en experimenteren. En je steekt er ook nog iets van op. Continuum is tot medio augustus niet alleen in Sittard te vinden, maar ook in Maastricht, Venlo en Aken. We hebben op dit moment nog een expositie in Aken. Die gaat over uitvinden. En kunnen bezoekers ook zelf uitvindingen maken en allerlei uitvindingen testen. En we krijgen vanaf maart een expositie in Venlo. En die gaat over de hersenen en onze zintuigen. Vanaf september kunnen bezoekers in het nieuwe Continuum in Kerkrade in een groot laboratorium aan de gang met nieuwe proeven. Als jullie straks terug naar de nieuwe locatie zijn, kunnen mensen dan nog steeds iets doen met dit thema, met materiaal? Of? Ja, ook in Kerkrade zijn genoeg proefjes te doen met materialen en hebben wij ook een lab waar je zelf aan de slag kan. En dat is zelfs nog een stukje groter dan wat we hier in Sittard kunnen aanbieden. Dus vanaf oktober zijn mensen daar weer van harte welkom om aan de slag te gaan. Als het briefje goed doorweekt is, haal ik hem er weer uit.
En dan kan ik hem gaan aansteken. Nou, dan gaan we kijken of het straks nog geel blijft. Nou, zo te zien is het briefje nog helemaal intact.